Vanaf de jaren 40 is het familiebedrijf Van Aken gevestigd aan de Leidseweg in Voorschoten. 111 jaar geleden werd het bedrijf opgericht. En in die tijd was verfmaken een tijdrovend klusje. Je stond de verf nog te mengen op de hand. Met een roerhoutje, met allerlei potjes en pannetjes voor je. Om tot de juiste kleur te kunnen komen. De vrouwen zijn belangrijk in het bedrijf. Ria is de steun en toeverlaat voor Bert. Ja, het is wel een heel raar gevoel, maar ik vind het heel begrijpelijk dat meneer Van Aken ermee gaat stoppen. Ik kon rustig weggaan, dan nam zij de hele tent van me over en dan regelde ze alles zelf. En dan had ik altijd wel mijn mobieltje bij me, maar daar maakten ze nooit gebruik van. Dat er een groot verschil is tussen mannen en vrouwen, heeft Bert wel geleerd. Als er bij een man iets mislukte, dan lag het aan het product. En dan was dat product niet goed. Als er bij een dame iets mislukte, dan kwamen ze bij meneer Van Aken. Zou u me kunnen vertellen wat ik verkeerd heb gedaan? De vrouw van Bert is al enige tijd ziek. Ze heeft een hersenbloeding gehad. Bert wil graag meer tijd om voor haar te zorgen. Je moet op een gegeven moment ergens een punt achter durven te zetten. En niet omkijken. Gewoon vooruit blijven kijken.